Ja, natuurlijk alle zaken die de heer Van Wijngaarden heeft gezegd over de versterkingsoperatie, die steun ik natuurlijk van harte. Maar ik ga toch proberen om nog een keer te laten terugkeren op de schreden van de VVD van een paar jaar geleden, toen Erik Wiebes besloot het gasveld in Groningen te sluiten. Dus mijn eerste vraag is, weet de heer Van Wijngaarden wat 1 kubieke meter LNG kost als we dat importeren en wat de productiekosten zijn van 1 kubieke meter uit het gasveld in Groningen? Ja, voorzitter, ik zit hier bij een wetgevingsoverleg en niet bij een televisiequizje. Ik heb ook geen zin om dus een soort vraag-antwoord-spelletje te doen. Maar ik heb zo'n vermoeden dat de heer Van Haga het antwoord op een briefje heeft staan. Dus ik stel voor dat hij dat nu verklapt. De heer Van Haga, wilt u het nu verklappen? U heeft helemaal gelijk. Dat is natuurlijk een beetje flauw en ik had het niet moeten doen. Maar ik hoef niet op een briefje te kijken. Het is 5 cent per kuub om het te produceren uit gasveld in Groningen. En wat wij nu van de Verenigde Staten kopen is 1 euro per kuub. En dat is er zit een factor 20 tussen. En we zijn dus bereid om 20 keer zoveel te betalen aan de Amerikanen, terwijl 50% van de Nederlanders nu hun gaskachel niet eens aandurft te zetten, omdat ze 3,50 euro per kuub moeten betalen. Dus er is wel degelijk. Mijn vraag is, we hebben destijds besloten dat het gasveld ging sluiten. Daar was ik ook bij. Ik was er tegen. Maar goed. Is de VVD het met mij eens dat als nu blijkt dat het mogelijk is om veilig te produceren door de druk in het veld op peil te houden, we hebben het van 350 bar naar 80 bar laten zakken, is ontzettend slecht. De Groningers zijn totaal in de luren gelegd daardoor. Als het mogelijk is om het veilig te produceren door bijvoorbeeld stikstofinjectie of waterinjectie toe te passen, waardoor de seismische activiteit verdwijnt, is de VVD dan bereid om gewoon weer het gasveld in Groningen open te doen en die 450 miljard kubieke meter die er nog in zit, laten we zeggen 1500 miljard euro, te produceren en daar de Duidelijk. Groningers ruimhartig in mee te laten delen? De heer Van Wijngaarden, laten we de introducties van de vragen iets korter beknopter houden. De heer Van Wijngaarden. Ja, dat zal ik dan ook doen voor het antwoord, voorzitter. Het korte antwoord is nee, want de heer Van Haga die maakt hier een hele grote sprong door te zeggen van ja, je kan het dan veilig doen door die stikstofinjectie en wat de heer Van Haga zegt. Dat heeft het kabinet ook op zijn verzoek onderzocht. Die hebben daar ook een brief over gestuurd, dat vond ik ook correct. Die heb ik goed gelezen en daaruit, en dat moet staatssecretaris maar corrigeren als ik dat verkeerd heb onthouden, heb ik opgemaakt dat dat nog nooit op grote schaal is toegepast, waarbij zeg maar die veiligheid die de heer Van Haga nu stelt dat die er dan zou zijn, is bewezen dat dat zo werkt. En dus ik vind dat we daar, dat vind ik belangrijk om te benoemen, want dus die premisse in het verhaal die klopt niet. Ik ben het wel heel erg eens als de heer Van Haga zegt van ja, voor zover wij onafhankelijk kunnen zijn van schaliegas uit de VS of uit Qatar en het zelf veilig kunnen produceren, moeten we dat natuurlijk doen. Het punt is, voor Groningen kan dat niet, daarom gaat dat ook, is het streven dicht. Maar voor wat betreft kleine velden op zee en op land is daar zeker nog heel veel in mogelijk. En daarom heb ik daar net ook een aantal dingen over gezegd. Prima. Ik zie een ja, afrondend, dan naar de heer Zegers van de ChristenUnie. Heer Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, injectie, waterinjectie, wordt over de hele wereld toegepast. Dat is gewoon bestaande technologie, dus dat kan makkelijk. Dus dat is echt geen argument. Vervolgens is het niet onderzocht. Er is aan de SODM, is er gevraagd, heeft staatstoezicht op de mijnen, gevraagd van, kan het risicoloos? Ja, natuurlijk zeggen die risicomijdende mensen van, nee, het kan niet risicoloos. Maar hoogleraar David Smulders zegt, ja hoor, dit is prima, dit is een proven technology. Het kan gewoon, is geen enkel probleem. Dus ik stel voor dat we nu, net als in andere dossiers, gewoon eens naar de wetenschap luisteren en niet naar het SODM. En gewoon doen wat in het belang van Nederland is. Dank.